Frits Wester verloor vorige week helemaal zijn zelfbeheersing aan de talkshowtafel van Renze Klamer toen zijn medegast Marcel Levy een iets wat geringschattende opmerking maakte over de voorzitter van de Tweede Kamer. Ze zijn er in linkse kringen Marcel is gelieerd aan PvdA niet heel erg blij mee dat die functie nu naar PVV's Martin Bosma is gegaan. De manier waarop Frits de keer ging tegen Marcel verbaasde veel mensen en hij heeft er ook niet zijn excuses voor aangeboden. Sterker nog, hij laat in de podcast Politiek Vandaag weten dat hij er nog steeds achter staat. De 61-jarige politiek verslaggever van RTL-nieuws vertelt: Ik vind het jammer als er met Dédé naar de politiek gedaan wordt. Het is wel verrekte belangrijk wat er gebeurt. Hoe je er ook tegenaan kijkt: hier in de Tweede Kamer worden wel al die beslissingen genomen die van grote invloed zijn op het leven van mensen. Frits wijst erop dat Marcel onderdeel uitmaakt van de elite. Als opiniemakers of mensen die zichzelf heel belangrijk vinden, wat dan wel eens genoemd wordt, de elite, ook de politiek afdoet als, ach, de tweede kamervoorzitter is niet belangrijk. Ik heb het gezien in de afgelopen jaren bij debatten die uit de klauwen liepen, het is verrekte wel belangrijk. Hij vervolgt: Dat vond ik jammer. Je moet niet dat hele proces afdoen als, dat is niet belangrijk. Zeker niet als je vier jaar geleden nog zo graag zelf minister wilde worden. Zijn jongere collega-verslaggever Sam Hagens, bekend van Hart van Nederland en van Dagensite, is er een beetje verbaasd over. Ik snap wel wat jij zegt en ik denk ook wel dat het een terecht punt is, maar je ging er wel echt heel stevig in. Misschien voelt Frits zich bijna een beetje persoonlijk aangevallen, al dus Sam. Ik zag jou zitten en ik dacht gelijk: is dat niet een beetje het nadeel van hier zo lang rondlopen, dat je dan soms het gevoel krijgt dat je de boel een beetje moet verdedigen naar de buitenwereld toe? Dat ziet Frits anders. Ik loop hier inderdaad heel lang rond, bijna 40 jaar, maar ook heel veel buiten deze deur. Ik vind wel dat ik het instituut moet verdedigen, want als wij het instituut omver gooien, dan ontstaat er chaos en hebben we niks meer. Sam, is dat aan journalisten ook om dat te verdedigen, wat jou betreft? Ik heb dat gevoel niet heel sterk. Frits, nou ja, ik wel. Ik ben niet alleen journalist, maar ook burger van dit land. Ik heb ook kinderen, een huis en ik vind ook iets van klimaat, milieu, oorlog en vrede.